Een artiest is helemaal zichzelf als je je hobby bijna elke dag kan beoefenen. En wat eraan verdienen is natuurlijk lekker. Dus het is voor any artiest gewoon een moeilijke tijd. Het is gewoon verschrikkelijk moeilijk. Goedenavond, dit is het COVID-19 journaal. Entertainment is de zin van het leven. Het hoeft geen nadere uitleg dat ook de nationale entertainmentindustrie heel erg zwaar getroffen is door de coronavirus. Van artiesten tot uitbaters, van uitgaansgelegenheden, van promotors tot randpersoneel als podiumbouwers en cateringbedrijven. Niets was voor deze branche meer hetzelfde sinds de lockdown en alle andere beperkingen als gevolg van COVID-19. Zo'n 10.000 mensen hebben hun inkomen met 75% zien inkrimpen. Brian Munslag, uitvoerend artiest en eigenaar van eventbureau BCM Entertainment, is in samenwerking met andere bedrijven in de entertainment begonnen met PEX, wat staat voor Platform ter Bevordering van Entertainment en Cultuur in Suriname. Deze lobbygroep doet voorstellen aan autoriteiten over hoe het ontstaan gaat op te vangen, zowel in zakelijk en financieel opzicht als op het stuk van protocollen, die live optredens natuurlijk weer mogelijk zouden moeten maken. Op een gegeven moment merkte ik dus dat weinig mensen het initiatief namen om in ieder geval een wenk te geven aan de autoriteiten. We hadden gemerkt dat zeg maar bij de vorige regering had in ieder geval al een bepaalde toezegging gedaan naar de entertainment sector toe. Er was een registratie geweest. Maar na de verkiezingen bij de nieuwe regering merkten we niet dus dat die motivatie er was bij de regering om te zeggen van luister, het is de sector die de grootste klappen krijgt om die tegemoet te komen. Dus op een gegeven moment heb ik een kleine groep bij elkaar gebracht van bedrijven, entertainmentbedrijven. Dus van luister, guys, entertainment is de zin van het leven. Je kan niet alleen maar blijven werken, je kan niet alleen maar zeg maar het normale doen wat je zou willen doen. Dus wij moeten dat gaan aanpakken. Bovendien neem ook mee dus dat we in het Caribisch gebied leven. En Oloba Jugu Jugu, Olop Poku, we houden van bewegen. En op een gegeven moment gaat zich dat breken. En toen we tot het besef kwamen dat er iets gedaan moest worden, hebben we toen een platform opgezet. Een platform ter bevordering van entertainment en cultuur in Suriname. En hebben toen op een gegeven moment, toen we merkten dat het niet alleen om artiesten en muzici ging, maar in principe ook rond industrieën zoals catering, podiumbouwers, soundbedrijven, productiebedrijven, hebben we zo'n beetje iedereen opgetrommeld, alle stakeholders. En toen hebben we dus dit platform opgezet en ze opgetrommeld en hebben gezegd van luister guys, we gaan signalen sturen naar de autoriteiten dat ze ons moeten horen. Het heeft een tijdje geduurd. We zijn nu ruim 2,5 maand verder. En in eerste instantie kregen wij het idee dus dat de autoriteiten niet echt naar ons luisterden. Maar de signalen zijn op een gegeven moment opgevangen. Nadat we dus DNA-leden hebben benaderd. En op een gegeven moment ook dicht bij de president, het CDS onder andere, communicatie in Suriname. En uiteindelijk zijn we toe opgeroepen om te luisteren naar ons. En het ministerie van Volksgezondheid, met name de minister, die heeft ons uitgenodigd, hij was de eerste. En daar hebben we toen een goed gesprek gehad met de minister en hebben hem toe voorgedragen van luister. We weten dat jullie geen affiniteit hebben met de entertainment sector. En het is meer dan jullie denken. Het is niet alleen maar artiesten, maar het zijn al deze mensen. Het zijn ruim 10.000 mensen die vanaf maart geen inkomen hebben. En wij hebben oplossingsmodellen. Als jullie geen affiniteit ermee hebben, en jullie hebben de protocollen niet, wij hebben ze wel. Wij kunnen die creëren, wij samenstellen dus. En wat wij ook kunnen doen is oplossingsmodellen om deze sector langzaam maar zeker
bewust te zijn van het feit dat COVID er heerst, kunnen wij wel bepaalde activiteiten ontplooien. Dus we zijn nu in het stadium om, laat me het zo zeggen, de protocollen zijn reeds ingediend bij het ministerie. En nu zijn ze daar dus ter inzage. Dus de afgelopen 2 weken hebben we dus hard gewerkt. En de bedoeling is dus dat er nu een reactie komt op deze protocollen. Brian Muntslag zegt dat alleen met de nodige creativiteit, bijvoorbeeld virtuele concerten of live DJ-sessies op Facebook en de radio, deze moeilijke periode overbrugd kan worden. Maar om geld te verdienen moet je hoe dan ook toch wel publiek en bezoekers hebben. Nou, laten we zo zeggen dat inderdaad vanaf maart de complete sector, de entertainment sector, helemaal plat ligt. De inkomsten zijn nu wat het wezen moet. Eigenlijk voor de volle 100% uitgevallen. En als 75% bij mij althans, als 75% van je maandelijkse inkomsten wegkomen te vallen, dan voel je het in principe gelijk in je zak. Ik ben overigens, voor wat mij betreft, ben ik niet stil blijven zitten. Ik heb mijn eigen bedrijf, BCM Entertainment. En we hadden heel wat plannen klaar om dit jaar uit te voeren. Die zijn komen weg te vallen. Echter moest je op een gegeven moment creatief gaan denken van hoe kan ik dus daarop inspelen. En gelukkig ze hebben dus gekeken naar andere mogelijkheden, virtuele mogelijkheden onder andere. Maar zo makkelijk is het natuurlijk niet, omdat je wanneer je iets organiseert, dan moet je publiek hebben. En publiek die brengt natuurlijk inkomsten naar binnen. Heb je geen publiek, dan zit je dus eigenlijk met veel minder inkomsten. Dus het is aanpassen. De sector heeft het ontzettend moeilijk. Het was in eerste instantie heel moeilijk, omdat ik na 20 jaar niet meer on stage kon staan, niet meer kon optreden, hipmuziek helemaal stil. En dat was voor mij een zware aanpassing, omdat ik buiten mijn zangcarrière, het functioneren was het heel erg moeilijk. Dus dat was het eerste klap. Ook mijn onderneming, hij had ook best wel onder geleden, omdat ik in het toerisme zit. Dus het was sowieso overal heel zwaar. Heel zwaar in het begin. Nu heb ik een bedrijf dat redelijk nog wat binnenbrengt. Dus lukt wel. We moeten creatief zijn toch? En dus het lukt wel. Ik mag niet klagen. Aan de hand van de situatie toen ik merkte dus dat het erger werd, dan moet je dan creatief zijn om dus dan iets anders te doen, zeg maar. En van school uit heb ik gestudeerd, monteur. Dus uiteindelijk moest ik mijn mechanic weer oppakken. Ja, dus ik heb gemerkt dus dat DJ eigenlijk nu, ja, door de situatie van COVID, hij heeft toegenomen. Ik was fulltime DJ en aangezien door COVID ik niet meer uitkom eigenlijk met DJ, heb ik toen mijn ander werk dan weer opgepakt. Eigenlijk doe ik van alles zo'n beetje. Dus alles waar er financieel te verdienen is, pak ik op. Het is sowieso een wake-up call geweest voor any artiest. Want je gaat werken aan je kwaliteit, je gaat werken aan je stijl. En je hecht meer waarde aan gewoon optreden. Kijk, vroeger wanneer je gaat optreden, denk je, oh, ik moet weer gaan optreden. Maar nu denk ik, nu heb je zoiets van, hey, wanneer het er niet meer is, dan mis je het zoveel, dus je hecht gewoon meer waarde aan. Dus er gaat sowieso heel veel veranderen. Die hype is er meer eigenlijk om de mensen te laten zien, dus dat DJ en DD er nog steeds voor hun is. Alleen dat de mens ons als DJ eigenlijk niet vergeet. Dus dan heb ik besloten om, wanneer ik live bezig ben, de mensen mij niet op hun feestje te hebben, maar dat ze hun eigen feestje thuis houden. Dus zo doe ik het voor hun. Oké, mijn hype is meer, ik doe hem via social media, Facebook. Meestal doe ik een livestreaming. En vaak genoeg is het dan via Trishul,
Maar daar heb ik een omroeper die, hij is mijn mattie eigenlijk, en van zijn kant uit denkt hij aan alle DJ's om hun een break te geven om live te gaan. En eerlijk gezegd, we verdienen er niks aan. We doen het echt voor de Surinaams publiek. Ik zou zeggen, geef niet op. Wees creatief. Probeer deze periode te gebruiken om te werken aan je eigen songs, je eigen producties, hoe je bent als artiest. En probeer hier en daar de aanpassingen te brengen, zodat wanneer je weer op de markt komt of wanneer je weer on stage komt, dat je gewoon weer een heel nieuwe artiest bent of dat je gewoon veel meer kan dan je voorheen kan. En dat zou het beste zijn. Kijk, protocollen, laat me een voorbeeld geven, een van de belangrijkste als het gaat dus om, laat me nemen, een artiest. Een artiest die, en met name vocalisten, die zingen natuurlijk niet zoals jij en ik praten. Er komen natuurlijk heel veel zaken bij kijken, ze praten luider, ze zingen luider, ze schreeuwen bijna, waardoor in principe ieder, dus die binnen 3 tot 4 tot 5 meter misschien zelfs, als deze persoon besmet zou zijn, dus besmet raken. Dus een van de voorstellen, met name als het gaat om protocollen, is dat je bijvoorbeeld geen gebruik meer maakt van een microfoon dus die niet aan een staander is. Je zou hem dus bijvoorbeeld aan een staander moeten plaatsen, omringd met een mica-plaat, etc. Verder is het van belang dus dat je je omgeving zoveel als mogelijk COVID-vrij is, ik zeg maar in de open lucht. En dat zeg maar de afstand tussen een vocalist en zo'n toestander of zo, dat het minimaal 4 tot 5 meter is verwijderd van het podium. Dat zijn onder andere een van de zaken. Maar er komen andere dingen ook bij kijken. Natuurlijk, catering komt bij kijken als er catering bij en zo'n concert. Maar er zijn natuurlijk ook mensen zoals bij de bar, bijvoorbeeld, hoe geef je dat af aan mensen dus die bezig zijn te feesten. Verder, op het moment dus dat je praat over een band, dan praat je dus over muziek dat op tempo kan zijn. Dus hij kan mid-tempo zijn, low-tempo, maar ook op tempo. Op het moment dat je op tempo muziek begint te maken, dan geef ik aan jou een trigger om te gaan feesten. En wat komt er met feesten? Feesten komt er drank bij, er komt dit bij, er komt het gedrag verandert. Je gaat mensen willen omhelzen, je gaat willen dansen. En daar zijn de protocollen voor geschreven, dus we zijn bezig met die protocollen. Dus het is vrij ingewikkeld. In deze gaat het dus niet alleen maar dus om die entertainment sector ook, dus niet alleen maar aan de aanbieders van entertainment, maar het geldt dus natuurlijk ook voor het publiek. Denk maar dus aan huisfeestjes. Jij bent jarig, bij wijze van spreken, en je wil een feestje geven en je wil een DJ hebben, je wil een bandje hebben, dan moet jij voldoen aan deze protocollen. En je zou maar natuurlijk makkelijk kunnen zeggen, die protocollen die bestaan er nu eenmaal. Nee, die protocollen, dat zijn de COVID-maatregelen, algemene protocollen. Maar als het gaat om entertainment, op het moment dat je entertainment neemt, dan gelden er andere protocollen, zoals ik het voorbeeld daarnet heb gegeven. Ik denk dat de boodschap is in deze. Neem dit stuk heel erg serieus. Omdat, nogmaals, Surinamers maken deel uit van het Caribische gebied. We houden van bewegen. En op het moment dus dat jij de zin weghaalt van het leven, en dat is dus entertainment, dan ga je op een gegeven moment excessen krijgen. En een van die excessen, die zou kunnen plaatsvinden, onder andere wanorde, die is zo om de bocht. En dat is onder andere oudjaar. Oudjaar moet je je voorstellen dat men in principe zo'n 9 tot 10 maanden opgesloten is. De bevolking is 9 tot 10 maanden opgesloten. Op het moment dat jij aanleiding geeft aan de bevolking, luister guys, dit is 31 december, gaan mensen in wanorde. 31 december kan wanorde ontstaan. Hou dat zaakje goed in de gaten, want dan gaat de piek van die COVID
richting naar boven. Dus ik denk dat dit heel erg serieus opgenomen moet worden. De COVID-maatregelen de protocollen, die willen we allemaal in acht houden. Maar ik denk dat dit zaakje even serieus genomen moet worden. Kijk niet naar Amerika of naar Nederland of waar dan ook. Kijk naar Suriname. 31 december kan best een groot probleem worden. Sinds de openstelling van de horecasector kan er weer een terrasje worden gepakt om onder het genot van spijs en drank weer wat bij te praten. Wij van het COVID-19-journaal wilden weten hoe het de voorbije weken heeft gewerkt. Welkom op Marine Resort Waterland. Fijn dat jullie er zijn tijdens deze zondag lunch buffet. Zoals je weet zitten we nu in een andere tijd dan voorheen. En wij passen ons ook daaraan aan. Hè. Dus we hebben een paar hygiënische huisregels. Dat hebben jullie gemerkt toen jullie binnenkwamen bij de poort. Onder andere temperatuur wordt opgenomen. Iedereen die hier komt, die moet van tevoren reserveren. We willen weten wie er bij ons is, dus de autonummers worden opgeschreven. We weten wie er op dit moment hier bij ons op het terrein is. Temperatuur, we houden afstand. Normalerwijs is het zo, als tijdens het buffet zit iedereen of zit vlak bij elkaar, dan zit je in een kleine rij, dan ga je naar voren toe en dan pak je wat je hebben wil. Dat doen we nu anders. Nu wordt het per tafel, dus per familie, per bubbel, wordt je uitgenodigd. Je hebt het gezien daar verderop. Dan ga je aan het buffet en dan gebruik je wat je wil hebben. Als jij bent geweest, dan komt er iemand van de keukenbrigade die ontsmet alle opschepvorken, opscheplepels voor het volgende groepje. Dus alles wordt begeleid als het ware. Niet zoals vroeger, aanvallen, dat is er niet meer bij. Iedereen gaat nu, hij wordt opgeroepen en zo doen we dat. En we houden onze afstand. Je ziet, ik draag nu geen kapje, want het is hier open. We zitten op een open terras. Maar normaal als ik tussen de mensen loop, heb ik wel mijn kapje op. Zeker weten. Vanaf maart, jongsleden maart, zijn we ook een paar maanden dicht gegaan. Omdat we toen niet wisten waar we aan toe waren. Ook de overheid wist niet waar die aan toe was. Dus wij hebben het restaurantbezoek hebben we toen gesloten. Het dagbezoek hebben we ook gesloten. De woningen zijn wel beperkt verhuurd. Omdat iedereen zit dan in zijn eigen bubbel. Want je weet bij ons... De bungalows zijn volledig ingericht. Je neemt je eigen boodschappen mee, dus je kan zelf koken. Dat is wel op een lager pitje doorgegaan. Nu zijn we wel weer open voor restaurant en voor dagbezoek, alleen in het weekend. Dus zaterdag en zondag. Door de week zijn we dicht voor dagbezoek en restaurantbezoek. Woningen blijven wel beschikbaar voor verhuur. Dus normale wijze, voor maart zaten we tussen de 80 en 120 man... die op een zondaglunch deelnemen. Dat gaat niet meer, we hebben gezegd tot maximaal 50. Dus in overleg met COVID, ze zijn hier geweest. Ze hebben de situatie bekeken. Terras, open lucht, veel wind. We hebben geen gesloten lokaal hier. We hebben zelf voorgesteld maximum 60, maar we houden eigenlijk 50 aan. Maximaal 50 mensen per zondaglunch. Dat geldt ook voor de zaterdag barbecue. Zoals je weet hebben we ook zaterdags de barbecue. Hetzelfde, maximaal 50 personen. Het personeel. Iedereen heeft handschoenen aan, ze hebben mondkapjes voor. We hebben ze een training gegeven, intern een training met iemand van het BOG die ons heeft uitgelegd wat wel en wat niet. En belangrijk ook, als wij temperatuur voorop, je wordt twee keer opgenomen, voorop en als je hier bent. Als we zien dat je een verhoogde temperatuur hebt, dan verzoeken we je wel, ga naar huis, laat je even checken. Tot nu toe moet ik zeggen, hebben we dat nog niet meegemaakt. We hebben nog nooit iemand weg hoeven sturen, de temperaturen waren altijd goed. Zo hebben we gezien dat we stap voor stap iedere branche horen aan te pakken. Voor de entertainmentbranche is het jammer genoeg nog niet zo ver. Maar wij blijven deze ontwikkelingen op de voet volgen en wij geven u daar natuurlijk ook een rapportage over in het COVID-19-journaal. Voor ons zit het erop. Natuurlijk is het nooit te veel om u eraan te herinneren. AUB, handen wassen, mondkap op. Zeker weten, de sociale afstand houden. Goedenavond.